Marita van der Vyver is een van ons bekendste, geliefde en meest productieve schrijvers in Afrikaans. Maar wat weet mens regtig van die mens achter die boek? Vooral van het Marita in Frankrijk woon. Dries was zo gelukkig om niet net tijd met haar te spandeer, nie, maar ook met haar tienerdochter Mia, die volwassen Daniel, haar Franse man Alain en haar Franse stiefzoon Igor. En ook om hier te horen te komen omtrent haar splinternieuwe roman wat in Parijs afspeelt. Het is 1999, en wat voor ons na een hedendaagse sprookjeslewe klink, begin. Marita en haar 6-jarige seun Daniel trek naar Frankrijk. Sy trou met die liefde van haar leven, een Fransman, en trek naar Provence, waar hulle gesin van 4 saam groot maak. Sy seuns, hare, en latere dogtertjie saam. Maar al was haar adres in Frankrijk, skryf Marita al die jaren nog in Afrikaans. Tell me how you met at that first meeting, how did it happen? My son, he was supposed to break a glass at Marita's window. A window. Okay. Throw a stone. But it was not him, it was a girl from the village. And so she came to me and said, your son has broken a window. You have to replace it. And okay, see, this woman is terrible. She looks terrible. I replace the window. And I think this was the start of our love story. For me, it started before that, when I went into his house with his little boy, saying, you have to replace my window, and he came out. Then there were books, boeken achter. Dat is mijn ook baie beindruk. Hij boeken, een mooi man met blauwe oor voor een boekrak. It ticks all the boxes. Met een stout klein ziekie, wat toe mijn groot gans bewijs met die klip. En ja, en toe beindruk hy my nog meer toe hy die venster reg maak en ek dink hy's 'n handyman. Hel, weet wat meer kan 'n vrou nou in die lewe wil hê. Afterwards I found out that he's never done it, that he had to go and ask the Italian neighbor, how do you put a window in, because he wanted to impress me. Jy was nog bitter klein toe jy en jou ma Frankryk toe getrek het. Kan jy dit onthou? Ek kan het baie goed onthou, actually, want dit was een baie belangrike deel, jy weet, in my lewe. En ek het aangekom toe ek so 6 was. Toen my eerste memories begin kry, so ek onthou baie goed die deel toe ek in Frankryk gekom het en glad in Frans gepraat het. En, so ek moet gauw optel. Ek het aangehou praat Afrikaans met my altijd. En toe ek nou goed begin Frans leer, het dit altijd ons ding geblei, selfs by die huis. Het ons altijd aan Afrikaans praat. En ik denk dit is wat ook my gehelp het om Afrikaans te hou. So. Mia, jouw ma het al een boek oor jou geskryf. Hoe dit gebeur? I was very young and I was always telling everyone stories about my mom. And so that's why she wrote about this little rabbit called Mia that tells stories about her mom and how she's wonderful and all the things she does. En jou vrienden in Frankrijk, wat denk hulle van jullie familie die half Afrikaans, half Frans bij elkaar gezet? That feels very weird. Well, growing up with an African stepmother was such a chance for me because she open-minded me on different culture, different languages, different food as well. And well, that was great. Bye, donkey, Marita. One time I called a friend on Skype and we were talking, and then my mom just burst in the room and started talking Afrikaans. And then she just, because my mom loves to speak in one sentence, 3 languages. So she begins in English and then Afrikaans and then French. And then she started speaking in Afrikaans and then she said a word in French. And so my friend was just, she just catched the word in French and she was like, she just said, Tafelberg laat mij voelen als ik zo vliegtuig land en ik zie Tafelberg, als ik thuis in onze remont van toe. En dit is mijn Franse berg. Ik zou eigenlijk 2 thuis dus. Die 3 boeken wat je nou geschreven hebt over je leven in Frankrijk, is daar al even gezoeken naar een plek om te schrijven in je huis. En ik heb nou wel een hoekje gekregen. Oké, ik heb na baie jaar uiteindelijk mijn room of my own gekregen. Met een hele muur vol boeken. Een muur en dan 3 ander mure vol foto's van my hele verlede en dis regtig 'n kamer waar ek nou die deur kan toe trek en ek kan skryf. Dis van jaar 25 jaar sedit Griet skryf 'n sprookie die Afrikaanse boekwêreld soos 'n meteoriet getref het. Oplaag na oplaag is gedruk, boekprys na boekprys is daaraan toegeken en binnekort verskyn 'n splinternuwe herdenkingsuitgawe.
Daar is zelfs geruchten van een fliek. Toch, sê Marita, die skryf daarvan was een reddingsboei in een tijd toe haar leven heeltemal uit mekaar geval het. Ons gaan terug naar die dag van Griet skryf een sprookje. Jy het voor het 3 jeugdboeken geskryf. En toe kom een roman, hoe kom? Ek het gevoel ek is nou groot genoeg. Ek het begin met jeugdboeken bloot omdat ek te jong gevoel het vir, jy weet, as jy 20 is voel, 40 mos is een tree, dus kan die dood. En ek het gevoel ek het niks te sê vir groot mense nie. Maar teen Griet was ek daar allemaal so 30 gewees en weet een paar dinge in my leven gebeur en ek het gedink nou as ek reg vir groot mense. En nou is my verskonings op. En om persoonlijk te raak, een van die dinge wat gebeur het rondom die tijd is dat jy kind verloor het. Ja, ek het een kind verloor, ek was toe getrouwd, my huwelik het in mekaar geval in dieselfde tyd wat my kind is met breinskade gebore, was baie lank in die hospitaal, basis in en uit hospitaal, vir omtrent 'n jaar, toe sy dood, en my ma het kanker gekry in die tyd, so, dit was net so, jy weet, jou hele lewe val so van in mekaar, en ek dink, dan gryp jy na iets anders. De Griet skryf een sprook het so my kop opgekom terwyl ek een dag aan my karretjie gery het langs die Montino Dam. En ek het geweet ek gaan een story skryf wat te doen het met sprookies en met 'n vrou wat soos Grietjie haarself moet red. Jy sê dat jy altyd moeilik skryf. Nou, ek kan dit nie glo nie, hoezo? Weet jy, ek dink die moeilikste deel van skryf is om het makkelijk te laat lyk. To make it seem seamless. Die mense moet nie kan sien waar jy gesukkel het en waar jy gewroeg het nie. Dit is soos 'n ballerina, wat dit laat lyk asof sy vlieg op die verhoog, maar jy sien nie daai eelte aan haar voete nie. Griet het so het het, wat is die story, nie verskyn nie, sou later verskyn het, wat het gebeur? Daar was destijds, ja, Griet is ingeskryf vir 'n kompetisie, het was De Kat, se destijds het so het romankompetisie, en het was een van die finaliste gewees. En ek besluit toe om vir daar die van die kerk, wat destijds die baas was, ek toch toe, ek gaan maar reg uit naar die baas toe skryf, en net sê, op my baie ordentlike, beskimmelde Afrikaanse manier, is my eerste roman, asseblief, dan lê een boekie, hy het daarom nou, hy was daarom onder die finaliste, en daar is my gesê, dit gaan gepubliseer word, maar nou hoor ek niks daarvan nie, en toe vat Danny van die kerk die manuskrip, hy gaan krappe toe daar uit, en hy lees dit oor 'n naweek, en hy is toe mal daaroor, en toe sê hy, dit moet nou so gauw as moontlik gepubliseer word, en jy weet, en toe gaan die dinge so. So soms moet jy net sê, oké, ek gaan nou sê, dit moet nou iets gebeur, en ek het dit gedoen, en ek is baie bly daaroor. Jy was amper klaar met misverstand toe die terreuraanvalle in Parys gebeur het. Vertel my van daai nag. Jy weet, ek was nie in Parys daai aand nie. Ek was in een motor in die suide gewees op pad terug. Ons het by vriende gaan eet, ons prachtige, die maanliggery, laat herfst aand. En my dochter het my gebel en so van gesê, skakel aan die televisie. En ek het van gesê, ons is in die kar, ons kan nie, skakel ons die radio aan. En toe kom het net so vla, jy weet, van ons hoor, daar was 'n aanval, die president is in een sokker, aanval as restaurante, en jy weet, en kom so, en jy kan nie lekker glo nie, ek onthou dit vir my gevoel soos 9-11 in Amerika, daai oomblik wat mense gesê het, bel nie, skakel die televisie aan, en jy weet, jy sien die toringsval. Dit is natuurlijk wat mense lewens betref baie kleiner gewees, maar die skok vir die hele Frankryk, dink ek, en skokgolwe die hele wêreld was waarskynlik net so groot gewees. So, ek was omtrent so derde in die boek, en dit het afgespeel in die spesifieke naweek. Dit was gedateer oor verskillende redes op die naweek van 12-13 November 2015, en toe gebeur dit. En toe dink ek, moet ek nou ophou, moet ek dit op 'n ander datum sit? Toe besef ek, ek kan nie, want ek dink, ek het onmiddellik besef, Parys het vir altyd verander. En ja, en toe gaan ek aan en ek koopereer het in die story. Wat maak misverstand anders? Waarna kan hulle uitsien hierin? Wel, jy weet, my soek een uitdaging met elke boek. Ja. En ek het, jare gelede dat ek begin sê, ek wil vrouwe karakter skryf, want toe ek begin jeugboeken skryf, het hulle my gesê, jy moet seuns insit, want seuns lees nie boeken met meisie hoofkarakters nie. So sê ek, nee, vir wat? Ek gaan nou as precies, ek wil meisie karakters in. En dan, en ek is altyd so bang vir die hokkies, waarin jy so gedruk word, jy weet. Vrouwe karakter, vrouwe skryver, was baie mans wat dan so van dink, ach nee, dit is een vrouwe boek, ek gaan dit nie lees nie. Ja. So ek dink, vir my was dit nodig geweest om 'n boek te skryf met 'n mans hoofkarakter, dit maak het anders. As jy nou terugkom na Suid-Afrika, hoe voel het vir jou wanneer jy terugkom? Dit is my altyd verskrik lekker, want dit moes nou maar my kom vandaan. Maar ek is ook, een groot deel van my hart is ook daar aan die kant. En ek voel nie verskeer daardeur nie, ek voel verryk. Met my woorde laat ek vaste lande ontmoet. Ek is en sal altyd 'n Afrikaanse skrywer wees. MUZIEK